Als er één toestel is dat door de outdoorgebruikers van Garmin-apparaten op handen gedragen wordt al jarenlang, dan is het wel de GPS Map 60. En dat apparaat dat ziet er zo uit. De Intimi zullen hem zeker gaan herkennen en zeggen van ja, die heb ik ook. In 2004 werd hij geïntroduceerd in de vorm van de GPS Map 60C. Eigenlijk het eerste apparaat met een kleurenscherm en een behoorlijk groot geheugen van 56 megabyte. En twee jaar later werd hij opgevolgd door de 60CX en CSX. En die toestellen hadden dan een aanmerkelijk verbeterde ontvangst en ook een uitbreidbaar geheugen. En daarmee liet het eigenlijk voor een GPS-apparaat niets te wensen over. Behalve, eigenlijk pas sinds vrij kort, de snelheid van de schermopbouw. En daar gaat dit videootje even om dat te laten zien. Het punt is namelijk, de moderne topografische kaarten hebben een zodanig hoge resolutie, de onroute topografische wandelkaart Nederland zelfs 1 op 10.000, dat het toestel er toch wat moeite mee heeft om die kaart snel genoeg op te bouwen. Het werkt allemaal wel, maar je moet een beetje een geduldig mens zijn. En om die reden, en vooral om die reden, zijn wij erg blij met de komst van zijn opvolger, de niet de 61, maar de 62. Je zult zien, qua maat van scherm en zelfs vormgeving van het toestel lijken ze erg op elkaar. En toch zijn er belangrijke verschillen te melden. Maar om te beginnen met name dus even die snelheid van de schermopbouw. Want dat is heel moeilijk in tekst uit te leggen. Dus dat proberen we aan de hand van een beeld te doen. Oké, we gaan nu met de kaart scrollen. We zoeken een punt op de Holteberg. En wat je dan ziet is dat in één keer het scherm leeg is. En je moet afwachten waar je bent. Nou, dan maar even wat uitzoomen. Dat kan natuurlijk. En dan zouden wij de Holteberg, ja, die komt hier links in beeld. Kijk, en dan wil ik iets verder. Dan is het scherm weer even leeg. En ik wil een punt aanwijzen op de scheidslijn tussen het bos en de heide. En ik wijs daar met het pijltje op en nu ga ik inzoomen. En waar het om gaat is dat, wat je ziet, is dat het scherm toch elke keer een seconde of 6 bezig is voordat hij de hele kaart heeft opgebouwd. En dan is dit ook nog de zogeheten light versie van de wandelkaart. En dat betekent dus dat het feitelijk nog sneller gaat als met de eigenlijke wandelkaart die we dadelijk gaan zien in de 62. Het is wel bruikbaar, alleen je moet wel een beetje een geduldig mens zijn om op deze manier te scrollen over de kaart. Hier zijn we dan een stuk gesimuleerd aan het rijden. En ook hier zie je dat die kaartopbouw, ja, het wil wel, maar het gaat wat langzaam. Kijk, we gaan hier met een bochtje naar rechts. En aangezien het toestel staat ingesteld op koers boven, wat vaak het makkelijkste werkt, moet hij de kaart met regelmaat bijdraaien. Bovendien laten we ook het afslagscherm in beeld komen. En je ziet, dat komt dan wel in beeld, maar het duurt even. En ondertussen ben je natuurlijk wel aan het rijden. Nou, de 10 meter linksaf, dat gaat er nogal lukken. En vervolgens, kijk, dan moet hij weer de kaart gaan roteren. En zie je dat hij opnieuw opgebouwd moet worden. Nou, of dit snel genoeg is of te langzaam, hangt ook af van het gebruik. Bij het wandelen zal dit nog best prima gaan. Ben je nou aan het mountainbiken, dan is de kans best aanwezig dat de kaart toch iets te veel achter de feiten aanloopt. De autozoom uitschakelen, als ook het toestel instellen op noordenboven, verkleint dat probleem enigszins. Maar we zullen gaan zien wat het grote verschil is met de 62. Nou, dit is dan het scherm van de 62. En als we nu gaan inzoomen, dan zul je zien dat die kaart een heel wat sneller aanwezig is. En gaan we nu scrollen over de kaart, dan hebben we ook wel even een leeg scherm, maar razendsnel wordt hij weer opgebouwd. Het contrast lijkt ook iets hoger, wat de afleesbaarheid weer ten goede komt. Dit is een in de praktijk absoluut wezenlijk en merkbaar verschil. Zelfs als we helemaal uitzoomen dat we, ja, de regio in beeld krijgen om een ander gebied te gaan kiezen, dan zul je zien dat ook dat, ja, behoorlijk rap verloopt. Een andere grafische processor, dat moet ook wel, want de details van de nieuwe topografische kaarten zijn
in de regel zodanig hoog dat er valt gewoon veel op te bouwen. En bovendien, je kunt in een toestel als deze, dat kan niet bij de 60, maar wel bij de 62-serie, kun je ook je eigen kaarten inladen. Hè? Dus kaarten die je zelf scant, maar je kunt ook met Garmin Bird's Eye kun je ook kiezen om luchtopnames, een soort Google Earth afbeeldingen in een toestel te laden. Nou, is dat wat minder spannend dan het lijkt, omdat als je van dit gebied een luchtfoto zou laden, dan zie je vooral bomen en dan zie je letterlijk door de bomen het bos niet meer, of liever gezegd de paden niet meer, en is een topografische kaart een stuk handiger, maar het kan wel en dat vraagt dus om een stuk rekensnelheid. Nou, hier zijn we dan gesimuleerd aan het rijden met de GPS Map 62 en je ziet dat ook hier de schermopbouw en met name ook dat inzoomen iets soepeler verloopt. We zijn nu nog een 60 meter van de afslag en je hoort ook de bekende piepjes. Eén piepje ruim tevoren en twee piepjes vlak van tevoren. En nu gaan we de bocht om en het gaat erom hoe dan de kaart in beeld blijft als je die kaart gaat kantelen. En je ziet, eigenlijk is er geen moment een wit scherm. En dat is prettig, ook bij het wandelen, maar zeker ook op de fiets en bij het mountainbiken. Want dan gebruik je een topografische kaart op de fiets immers. Ja, dan is deze snelheid wel heel erg plezierig. Dus al met al is dit wel een belangrijke vooruitgang. Nou, tot zover deze korte demonstratie van het snelheidsverschil tussen de 60 en de 62, want dat vinden wij echt wel het belangrijkste. Er zijn natuurlijk meer verschillen, zoals het kunnen werken met profielen, zoals het kunnen werken met 3D-kaarten, zoals het bij de 62 S en ST draadloos kunnen uitwisselen van routes met andere toestellen en zelfs het kunnen koppelen van een hartslagmeter. Met name die snelheid van beeldopbouw is iets wat een absolute topper door de jaren heen GPS Map 60 weer helemaal bij de tijd brengt. Dus vandaar de GPS Map 62 dichten wij wederom een lange toekomst toe.